Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe video. Ik ga vandaag Stamperia gebruiken. Ik noem het zo, ik weet niet of je het anders uitspreekt. Maar in ieder geval, normaal gebruik ik dit om in een journal te verwerken. Dit keer ga ik er een kaartje mee maken. Ik gebruik het papier. Nummertje SBBS 103. Dubbelzijdig, dat is wel jammer. Ik heb hem ook dubbel gekocht, maar goed. Tegenwoordig heb je ook single face, heet dat volgens mij. Dat je alles apart hebt en niet meer dubbelzijdig. Misschien dat ik deze ga gebruiken. De washi pad, de SBW04. En ik ga in ieder geval de ephemera gebruiken. De DFL-CT44. Ik heb al wat dingetjes eruit gehaald. Ook uit papier. En dat is dit. Ik heb een basis in wit karton gesneden. En die is 15 bij 22. Die vouw ik dubbel en dan heb je 15 bij 11. Het dessinpapier ga ik nog even snijden. En welke kant zal ik eens gebruiken? Deze kant denk ik. Dus dan moet ik daar deze kant. Is dan 10,6. Ik ga 0,4 mm matlaag doen. En hij was 11 centimeter, dus ik snijd deze af op 10,6. Andere deel kan ik nog ergens anders voor gebruiken of nog hetzelfde kaartje. En ik wil deze onderkant wil ik op mijn kaart hebben. Hij was 15 centimeter de basiskaart, dus 0,4 eraf is 14,6. Dan hebben we deze ook al. Die kan even aan de kant. Dus de basis is 15 bij 22. Dan heb ik hem dubbel gevouwen, 15 bij 11. Dan heb ik dessertpapier van 14,6 bij 10,6. Die ga ik even bewerken met de peperdistressen. Daar zitten soort mesjes in. En dan kun je de randjes mee snijden. Wat ouder laten lijken. Ik ga niet inkten, ik ga alleen even met de peperdistressen er langs. Lekker een beetje een rommeltje van maken, sommige stukjes niet. Zo, de laatste rand. Soms even wat meer eroverheen. Zo. Die ga ik vast opplakken. Dan zit die vast. Als de lijm wil doen. Nee. Vanochtend nog gedaan. Maar ja, ik maak weer een video en dan doet hij het niet meer.
Kijk of hij nou doet. Ik hoop dat hij het wel gaat doen. Ja, komt er maar. Even dicht. Even kijken. Zo staan de letters. Even kijken of die... Ho. Ja, hij zit goed. Dan kunnen we hem aandrukken. En dan heb ik wat ephemera ertussen uitgehaald. Geen lijn nodig. Ik ga hem eerst even neerleggen. Oh ja, eerst vogeltjes misschien handiger. Want die wil ik hier hebben. Kijken of dat allemaal past. Die gaat dan hier. En die wilde ik hier hebben. Dan heb je toch een achtergrond. En wat ik al zei, ik wilde deze misschien gaan gebruiken. Dan ga ik even kijken, want ik wil hier eigenlijk nog wel wat. Deze kan misschien. Ik wil niet te groot. Dit is weer ja, bruin. Dat valt eigenlijk niet op. Dit is gewoon eigenlijk washi tape. Dit kun je allemaal uitsnijden en dan heb je een sticker. Maar wat zou leuk zijn om erbij te doen? Aan deze kan niks. Hier had ik in gedachten wat ik al zei. Maar staat al tekst op? Dus tekst wil ik eigenlijk ook niet. Nee, die vind ik niet bijpassen. Pardon, even een kuchje. Die kan ook natuurlijk, hè? Maar dan heb je weer tak bij tak. Nee, dat gaan we niet doen. Ik ga denk ik toch voor het eerste. Voor die. Ik heb hier een van Stamperia. Een, ja, hoe noemen ze het eigenlijk? Keramiek cutter of zo. Dat is eigenlijk een pen. En dan komt er een klein mesje. Kijk. Klein mesje uit. Ik moet nog heel veel oefenen. Maar... dit zo snijden. Oh. Oh. Zie, dat zei ik. Ik moet nog heel veel oefenen. Hij gaat alle kanten op. Soms niet de kant op die ik graag wil.
Maar dan hoef je niet te knippen. En dan blijft het blad gewoon. Even kijken. Volgens mij had ik. Kijk, hier heb ik ook uitgesneden. En dan blijft het blad gewoon zo mooi. Dat vind ik wel fijn. Anders heb je allemaal gaten en zo. Heb ik hem nou? Volgens mij wel. En dan moet ik hem eraf halen. Kijk, het is gewoon een sticker. Van dat aan de kant. Even kijken. Even aan mijn bureau. Dan ga ik even kijken hoe ik hem wil hebben. Dat ik denk ik eerst het vogeltje op ga plakken. Ja, zo. Iemand had een tip. Gewoon met je vinger eroverheen wrijven. En dan komt hij zo los. Dus je hebt hier eigenlijk helemaal geen lijn bij nodig. Die even zo. Oh. Dan zit die alvast op de goede plek. Dan wil ik deze hier achter. Zo. Ja, die gaat hier. Dan zit er toch nog iets extra's op. Zo. En dan kunnen we de rest op gaan plakken. Dan ga ik beginnen met deze. Dus met de duim of met de vinger even wrijven. En dan komt die los. Als die wil. Anders pak ik een ander stukje. Want soms wil die bij mij ook niet meewerken. Net zoals nu. Dit is raar. Ja. Anders pak ik even deze. Misschien dat hij dan loskomt. Ja. Zo. Dus die gaat zo. Dan het meisje of vrouw. Nou, zeg ik een tip en dan werkt het niet. Maar normaal. Oh. Moet het werken. Zij kijkt naar het vogeltje. Dus haar zetten we hier neer. En als laatste deze. En dan ben ik aan het denken of ik er een tekst op wil doen of niet. Hier komt hij wel gelijk los, maar. Ja. Zo, ik heb hem. Ik heb wel stempels klaargelegd. Even kijken, zo.
Oh, kan die er nog af? Ja. Zo, die wilde ik zo. Eigenlijk had hij schuiniger moeten. Met dat. Maar ja, dat kan nou niet meer. Want ik had wel wat klaargelegd, wat ik al zei. Maar ik vind hem zo ook wel mooi. Keuzestress. Of een bedankt kaartje van maken. Die heb ik nog niet veel. Ik doe het gewoon. Dus dan ga ik deze gebruiken. En dat is de SLES Stamp 304. Ik leg hem in de stempelhulp. Nog steeds last van hoesten. Kijk. Past hier mooi. Niet te groot, niet te klein. Ho. Ja. Weer met de Studio Light inkpad. Volgens mij heb ik deze nog nooit gebruikt, die stempel. Denk ik. Zo, hoeft niet te veel aanwezig te zijn, maar er staat iets op. Je moet dit wel even drogen, want het is glad. Glad papier. Schoonmaken. Oh. En dan is de kaart klaar. Zie, niet aanraken. Want dat is nog niet droog. Zo. Heel voorzichtig. En dan heb je met stamperen, ja, een leuke kaart gemaakt. Vonden jullie het leuk om te kijken? Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Doei doei!